Welkom bij Topnames. Vandaag spreken we met Jeroen Nas. Jeroen, als ik naar de site van Vent kijk, dat is jouw bedrijf, ja. Dan zie ik een hart, dan zie ik hersenen, ja. Die heb je meegebracht, en dan zie ik een portemonnee vol geld. Leg die drie eventjes bij elkaar uit. Dat is wat we doen. Dat is de samenvatting van die hersenen en die portemonnee en dat hart bij elkaar brengen en zorgen dat mensen, de klanten van onze klanten, de consumenten, meer gaan uitgeven. Maar geef eens een concreet voorbeeld. Een klant van jullie, wat doet die met jullie dienst? Wat doen jullie? Ja, precies. Wij maken software die onze klanten, retailers, meestal reisorganisaties, nog een paar andere soorten organisaties, maar toch van groot deel retailers, in staat stelt om de harde minds van hun klanten te beïnvloeden. En dat beïnvloeden doen ze door die klanten allerlei strategie op die klanten los te laten. Bijvoorbeeld, en dat is maar een voorbeeld, is een loyaltyprogramma. Dat is lekker concreet. Je weet een loyaltyprogramma, daar worden mensen beloond voor een bepaald soort gedrag. Meestal begint dat bij aankopen, maar dat kan ook allerlei andere dingen zijn. Een paar jaar geleden kwam social op en nog een aantal van dat soort dingen. En die beloningen, die maken een klant open om bijvoorbeeld data te delen. Of om vaker te komen, of om sneller terug te komen, of om een enquête in te vullen. Nou, je hebt meer strategieën dan alleen loyalty. Belonen is dan typisch loyalty. Je hebt strategieën die gaan over member get member. Gamification kennen jullie zeker als strategie. En zo heb je er nog, we hebben er ongeveer 300 van dat soort strategieën. Ik heb niet eens een naam voor al die strategieën, maar soms zijn het samenhangende acties die iets met een mens doen. En vandaar ook dat die hersenen belangrijk zijn. Het is niet alleen die portemonnee, maar het is een de hearts and minds, zeg maar, proberen wij te beïnvloeden van die consument. De ondertitel van jullie bedrijf, de Vent Loyalty Marketing Cloud, staat er Persuasive Marketing, Powered by Technology, Driven by Psychology. Welke rol speelt psychologie in dit hele traject? Best wel een grote rol. Kijk, in de kern zijn we een technologiebedrijf. We bouwen technologie. Maar waar wij ons denken te onderscheiden is dat we niet, waar we in het vorige gesprek al even hadden, de technologie outsourcen naar India en twee MBA'ers met een soortje specificaties en wat funding die gaan de markt op. Nee, we proberen echt kennis van retail, van die consumentenpsychologie, van menselijk gedrag in het algemeen, in dat product te stoppen. En daardoor wordt het een ander product dan of, zeg maar, de feature farms, zoals ik altijd noem. Hè? Bedrijven die heel veel functionaliteit in een product stoppen. En zeggen, oh, ja, we kunnen alles, we kunnen mailen, we kunnen dit, we kunnen dat, we kunnen dat. Nou, heb je een lijst met 1000 features. Wij hebben die inmiddels ook. Hè? We bestaan al een tijdje. Maar je hebt bedrijven, consultantsbedrijven, die hebben allerlei sheets met pijlen naar rechtsboven. Van dat is de strategie. En wij proberen die dingen te combineren. En eigenlijk het product zo te maken dat je een strategie uit kunt rollen, maar ook kunt veranderen. En met name dat laatste is belangrijk, want een loyaltyprogramma, als ik maar even gewoon een basisprogramma pak, ja, daar stellen de meeste mensen zich bij voor wat het meestal is. Hè. Je koopt iets, krijg je 5 punten. Nou, dat werkt prima. Hè. Heel veel Nederlanders en Belgen en Duitsers en Fransen, die worden daardoor beïnvloed in hun gedrag. Alleen 6 maanden later, als je ziet dat een bepaald segment of een bepaalde groep mensen daar misschien niet op reageert, dan moet je ook wat anders doen. En daar kun je heel veel van tevoren verzinnen, maar die data die wij verzamelen tijdens zo'n programma, want eigenlijk is een loyaltyprogramma niet zozeer punten uitdelen, maar het is vooral data kopen van consumenten. Die data. Ja, dat zat ik te denken. Je zoekt altijd naar waar komt het dan in essentie op neer, maar als ik het probeer te vertalen naar wat jullie precies doen, dan vertaal ik het allemaal naar dat jullie mensen die websites bezoeken waar je iets kunt kopen, profilen. En winkels, dus ook offline, winkels, alle kanalen. Ja. Dus je gaat ze profilen, je zorgt dat je steeds meer informatie over die mensen krijgt. Wat ze kopen, wat ze hebben gekocht, waar ze wel afhaakten, waar ze niet afhaakten. En op basis van dat profiel uit jouw portfolio van allemaal acties en systemen die je hebt, kies je er dan een paar. Ja, zeg van kiezen, deze klant is wel gevoelig voor loyalty, die is er niet gevoelig voor. En dat kiezen hebben wij geautomatiseerd. Okay. En dat is een groot verschil met een heleboel. Maar net zei je, strategie is heel belangrijk. Ja, en die strategieën. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Want die strategieën zijn in feite keuzes. Hè? Dus op het moment dat je een keuze maakt van, ik noem maar even iets heel praktisch, hè? Want dan laten we het minder abstract maken. Als een klant voor de tweede keer komt in een winkel, dan krijgt hij bijvoorbeeld een mailtje dat hij de derde keer dubbele punten krijgt. Even heel simpel. Dat is een strategietje.
Wat is dat voor strategietje? Nou, dat is gebaseerd op het inzicht dat je hebt. En dat kan de tweede keer zijn, dat kan de derde keer zijn, dat kan de vierde keer zijn. Maar ergens in het begin van je customer relationship moet je zo'n klant eigenlijk gaan laten zien dat jij meer bent dan een plek om te kopen. Maar dat die klant niet een koper is, maar een klant is. En dat psychologische verschil is best wel groot. Associeer ik mij met... Je moet je gewaardeerd voelen. Ik ben een klant van MS Mode, een van onze klanten. Nou, ik ben nog geen klant, dat is Dames Mode, maar ik loop daar... Zou kunnen, toch? Het is Dames Mode in de grotere mate voor de curvy ladies, zeg maar. Dus, als je daar naar binnen loopt, kun je zeggen, ik koop daar een shirt. Of je vindt jezelf klant van MS Mode. En dat verschil proberen we aan te jagen door een aantal punten te benadrukken in die customer journey. Van, goh, jij bent inderdaad gewaardeerd. Nou, dat kan op verschillende manieren. Jij vindt bijvoorbeeld gewaardeerd worden, korting krijgen. Maar jij vindt misschien, je bent wat klassier, jij vindt gewaardeerd worden, exclusiviteit krijgen. Nou, zo heb je een aantal van die profielen, en dit noem ik een paar simpele, maar de werkelijkheid zit altijd weer wat ingewikkelder in elkaar. En met die profielen kun je die processen gaan, als je die goed inricht, kun je die gaan automatiseren. Nou, en dat, als je dat grootschalig doet, we hebben nu bijna 13 miljoen profielen in onze database met gedrag van verschillende jaren. Dan heb je een beetje data, weet je, dan kun je wat mee spelen. Tegelijkertijd moet je uitkijken dat je niet puur data-driven wordt, want dan ga je dingen missen. Want data komt uit het verleden. En daarom is wat ik net probeerde te benadrukken, die domeinkennis van retail fashion, van retail food, van travel, is zo belangrijk om te begrijpen. Leg dat even uit, want wat heeft dat nou met die profielen te maken? Kijk, dat data, en dat wordt hier aan deze tafel vaak besproken. Ja, ja. Weet je wel, data, artificial intelligence is natuurlijk in feite allemaal het gebruik van data uit het verleden om te denken dat je in het heden of de toekomst betere beslissingen kunt maken. Maar dat is natuurlijk niet altijd zo. Nee. Juist omdat het uit het verleden is. Precies. Maar deze snap ik nog niet helemaal, wat dat dan te maken heeft met de kennis van de producten. Nou, bijvoorbeeld, ik zal je een voorbeeld uit de reiswereld geven. Op een gegeven moment hadden wij uit de data gehaald, heel moeilijk bezig geweest voor een klant, en allerlei analyses gedaan, al uit de data gehaald van, nou, soms gaan mensen opeens niet meer naar Japan en naar Indonesië. Nou, waarom is dat dan? Dan hadden we niet uit de data daarvoor kunnen voorspellen, maar je zag het wel op een gegeven moment optreden. Nou, als mens kijk je dan even naar, denk je, nou, er was een tsunami, was het niet zo? Ja. Het is niet zo moeilijk dat het jaar daarna dan de boekingen even minder zijn. Ja. Zeker als er een kernrampje overheen komt. Dat zijn dingen die je niet uit de data kunt halen. Ja. Daar kun je wel strategieën op verzinnen. Mm-hmm. En je kunt wel voorspellen hoe bepaalde soorten mensen op een onverwachte gebeurtenis, of positief of negatief, hoe ze daarop zullen reageren. En wat voor counterstrategie je daar dan voor klaarzet. En dat kun je automatiseren. Dus je kunt kijken als er iets gebeurt waardoor een bepaald soort mensen, die bijvoorbeeld gevoelig is voor, ik noem maar wat schaarste, hè, van wat booking.com doet, er zijn nog maar zoveel kamers beschikbaar. Stel dat een keer niet zo is, dat er heel veel kamers beschikbaar zijn, of er zijn inderdaad overal nul kamers, omdat je een storing in je systeem hebt. Dan nog steeds kun je voorspellen hoe bepaalde mensen daarop gaan reageren. Dat kun je allemaal voorbereiden en dat kun je allemaal voor een groot deel automatiseren. Niet alles, maar nou, dat doen wij. Ja. En daarmee wordt het systeem slimmer dan de gemiddelde databoer doet. Als ik het maar even zo omheen. Zelfs al heb je hele mooie AI-modellen en deep learning en machine learning en de hele toestand. Doet het ertoe of je bijvoorbeeld begrijpt. Ander voorbeeld, heel concreet. Als iemand een paskamer binnenloopt. En na een uur is er nog geen transactie gedaan. Ja, dan kun je daarover niks uit de data halen. Maar als retailer, als fashion retailer begrijp je dat een man of vrouw die dat doet, of niet de goede maat te pakken heeft, of niet weet wat hij of zij wil kopen, niet weet wat er goed staat. Als je daar achteraan, zeker gebaseerd op de aankoophistorie van iemand, een mailtje, een herinneringsmailtje kan sturen van, goh, wil je een stijladviesje? Komende zaterdag hebben we een stylist in de winkel en die kan jou wat meenemen. Dan is dat soort dingen doen we. Dan zie je dat de respons ontzettend hoog is. En zo iemand die met een stylist aan aankomt. Je noemt nu ook een paar dingen waarvan ik denk, weet je, sorry hoor, maar als jij een winkel runt en kleding verkoopt en je kunt zelf nog niet bedenken dat als iemand geen keuze kan maken, dat je die misschien wat hulp aanbiedt. Weet je, dan moet je helemaal überhaupt niet beginnen aan maar de gemiddelde retail. Maar de gemiddelde winkel, dat is toch allemaal totale op zaterdag, no-brainer. Tegenwoordig staan daar dus, ja, dat zijn niet zulke hele moeilijke dingen. Alleen tegenwoordig staan er op zaterdag, waar bijvoorbeeld vroeger 4, 5, 6 winkelbedienden stonden, staan er nou 1 of 2. En die staan achter de kassa.
En die kijken niet constant rond, want het zijn zaterdaghulpen die tegen de minimumloon worden ingehuurd. Even, hè, ja, nu heb je het over fysieke retail, een fysieke winkel. Ja. Hoe weet je überhaupt, want dat is een groot probleem in de retail, welke mensen dit zijn? En daar komt zo'n loyaltyprogramma bijvoorbeeld. Hè, daar komen die strategieën bij elkaar. Als je een loyaltyprogramma start, kun je vragen, van, goh, heb je een kaartje of heb je een app? Met die app kun je met beacons of met NFC kun je dingen meten. Gebeurt dat al in grotere mate dan... In Nederland blijft dat nog wel achter. Ja, dat is... Ja. Nederlandse retailers lopen niet voor. Een van de beloftes van de iBeacons was dat zeg maar de offline retail... Offline maakt het online zelf de mogelijkheden zou geven als de online retail. Ja, ja. Ik heb echt fantastische klanten en heel innovatieve klanten zitten daartussen. Maar de gemiddelde Nederlandse retailer, die staat niet vooraan met dat soort dingen. Dan moeten ze eerst een keertje zien, een keertje, de concurrent moet het doen. En dat is vaak onze grootste bottleneck. Dat hetgene wat wij doen, is niet, ondanks het feit dat ik echt, dat durf ik mijn hand voor in het vuur te steken, dat het de grootste return on investment heeft van de meeste retail investeringen die je kunt doen, is dit soort dingen doen. Hè, klanten vasthouden en vaker laten komen en meer laten besteden. Maar ja, een marketeer die een geile campagne doet, die 80% open rate heeft en 50.000 likes oplevert, die is de held op het feestje. Maar een klant die zegt, of een marketeer die zegt, ik heb 50.000 klanten een jaar lang vastgehouden, ja, dan krijg je inderdaad zo'n reactie, maar dat is wel wat geld oplevert. Nou, het is niet sexy in die zin. En Dat hoop ik dan af en toe duidelijk te maken dat het eigenlijk wel heel veel geld oplevert. Hey, jij zei, we spraken wat tevoren eventjes, jullie zijn met 14 mensen, zei je volgens mij. Een heel internationaal bedrijf. We hadden het even over programmeurs, je bent een technologiebedrijf. Kies ervoor om mensen in huis te halen, of ze nu uit het buitenland komen of niet. Dus eigen deskundigheid in je eigen bedrijf te hebben. Ja. Je hebt best grote klanten ook. Ja. Zouden die klanten eigenlijk niet zelf jouw deskundigheid in hun eigen huis moeten halen? Daar kun je wel wat, daar valt wel wat voor te zeggen, ja. Alleen het platform wat we nu hebben, daar hebben we echt wel een flink aantal jaren aan gebouwd. Dus ja, we zijn al een behoorlijke tijd bezig. Hè? Ja, we zijn 2004. We zijn inderdaad 12 jaar bezig. Ja, precies. Nou, die wereld is heel erg veranderd. Ja. We zijn begonnen als cadeaubonbedrijf, zeg maar. Dus dat was maar goed, je hebt lang aan dat platform gebouwd. Ja. Er zit veel kennis in. Even een vraag van. Ja, en wat ik merk, kijk, we hadden het even voor de uitzending over outsourcen, waar haal je developers vandaan. En ik vind het inderdaad heel erg belangrijk dat, en we doen het ook echt met een team, mijn developers krijgen, even heel kort door de bocht, psychologieles en marketingles. Want als je niet begrijpt wat je bouwt, kan het nooit zo goed zijn als dat je wanneer je dat wel begrijpt. En dus zijn we best wel intensief bezig om een product te maken dat onderscheidend is op domeinkennis. En voor zover je die domeinkennis kunt automatiseren, en dat gaat steeds beter met alle mooie nieuwe technologieën die eraan komen, proberen wij dan het onderste uit de kant te halen. Ja, even een vraag van Twitter. Er komen af en toe binnen de jou ook bekende Bert de Boer. Die vraagt in hoeverre maakt de persoonlijk gecombineerde data, dus het combineren van data over iemand uit verschillende bronnen, inbreuk op de privacy? Waar ligt de grens, ethiek? Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat is Bert wel toevertrouwd. Kijk, je kunt dit soort dingen gebruiken om inderdaad heel erg Big Brother te gaan spelen. Absoluut. En de kunst is, als je dat doet, en wij proberen ons heel erg te onderscheiden om vooral niet alleen die kennis uit het team te halen, maar ook vooral samen met onze klanten doen, de retailer. Maar eigenlijk nog liever met die eindklant samen te werken. Want als je... Er zijn andere loyalty spelers en die noemen wij dan heel oneerbiedig transactieboeren. Want die zijn echt gericht op zeg maar een kassa of een webshop om te bouwen in een puntenspaarmachine. Nou, leuk. Daar kun je ook hele mooie dingen mee doen. Maar op het moment dat je een pact met zo'n eindklant sluit, zegt van, goh, ik wil jou, wil jij bij de club komen? Dan moeten ze ook voor tekenen. En als je dan transparant duidelijk uitlegt wat je met hun data gaat doen, en dat je die gebruikt om voor hen de keuze makkelijker te maken, of het aanbod interessanter te maken, of het proces eenvoudiger te maken, dan levert het geld op. Niet als je ze een keer iets door de stomp duwt. Dat moet ik me dan voorstellen. Ik probeer nou een voorbeeld uit mijn eigen omgeving te zoeken. Ja. Ik drink graag een glas wijn. Ja. Ik bestel vaak wijn bij de wijnbeurs. En ik vind dat die echt waanzinnig goed. Telkens weer met hele persoonlijke aanbiedingen op bepaalde partijen,
precies weten wat voor, na een paar jaar precies weten wat voor wijn ik lekker vind, waar ik op aansla, weet je. Ik zie het gewoon, ik krijg helemaal geen aanbiedingen meer van dingen die je niet relevant vindt. Die ik toch niet koop. Precies. En dat vind jij geen impact op je privacy? Zit daar zo'n systeem achter als jullie ook hebben? Bij de wijnbeurs weet ik dat niet precies, maar ik kan me dat goed voorstellen. Ik denk dat wij nog een stap verder gaan. En dat wij vooral, zeg maar, en ik heb er niet zo heel goed Nederlands woord voor, maar de actionability van die data verhogen. Wij zorgen ervoor dat je niet alleen een paar recommendations krijgt, aanbevelingen krijgt. Want dat is een beetje de ABC van AI. Ja, maar je krijgt echt persoonlijke brieven. Weet je wel? Ja. Met de beste Roeland. Ik heb nog even. We hebben 40 dozen van die wijn uit Italië op de kop weten te tikken. En dan jij als. En jij als gewaardeerde klant. En alleen weet voor jou. Dat jij houdt van wijn uit de Piemonte. Waar we nog steeds zo hard in durgen dan. Hebben we 5 doosjes voor je apart gezet. Een mooie Barolo. Hè? Ja. Marco vindt het ook precies. Lekker. Dus ja. Dat soort recommendations zijn dat vooral. Dat is redelijk. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Dat is vrij eenvoudig eigenlijk om te automatiseren. Maar als je nog een stap verder gaat en bijvoorbeeld weet hoe jij dan waarschijnlijk zult reageren. En dat jij niet iemand bent die meteen de dag erna koopt. Maar ook maar 2 weken later echt die aanbieding even bewaard hebt. Op het moment dat jij er rustig de tijd voor hebt. En dan met een tablet op de bank 5 van die dozen bestelt. Dan moet je dus niet jou in de tussentijd gaan lastigvallen. Want dan gaan ze er echt uit. Nee, ik heb ze voor jou apart gezet. Dat betekent wat. Dus je moet net wat verder gaan dan alleen dat een recommendation engine bouwen. Maar ook echt die klantwaarde in de processen bouwen. Want als ik zeg. Maar dat is zo individueel allemaal. Het automatiseren daarvan blijft voor mij toch een black box en een belofte die je wel kan doen. Ja, maar dat moet je wel ervaren. Nou, kijk, mijn opa had een sigarenhandel, een sigarenmagazijn West in Arnhem. Ja. Die kende al zijn klanten. Die wist alles, die winkel was een sociale verzamelplaats. En er werd ook nog, dat deed mijn moeder dan, die ging dan sigaretten en sigaren rondbrengen. Ja. Dan kom je bij de klanten thuis, dan heb je een ander praatje dan als je inderdaad, bij bol.com kun je geen sigaretten bestellen, maar bij wijze van spreken. Dus inderdaad, er zit een heel grote gap tussen die wereld van mijn opa en de wereld die wij nou proberen te scheppen. Alleen, hij is wel nodig, want inderdaad, het wordt afstandelijker en je kunt je onderscheiden door dat goed te doen. Nou, dat leerpad, en eigenlijk vind ik het dus alleen maar interessanter dat er nu meer machine learning en deep learning en allerlei AI-achtige dingen komen. Omdat, wat ik net oneerbiedig transactieboeren noemde, iedereen kon een loyalty engine beginnen. En daar heb je er ook best wel veel van. Maar dat verschil dat je nu echte kennis en domeinkennis, zoals dat zo mooi genoemd wordt, en echte samenwerking met je klant moet ontwikkelen, dan wordt die toetredingsdrempel veel groter. Dus dat vind ik alleen maar heel mooi, want dan onderscheiden we ons beter. En die magie die jij net aanstipt, ja, ik hoop dat ik dat waar kan maken. Vraag van Marco Derksen, over Arnhem gesproken. Ja. Kunnen kleine Nederlandse partijen op tegen de grote Amerikaanse partijen op het gebied van automatic marketing? Ja. In heel veel terreinen zie je, als het over technologie gaat, dat je winner takes all. Ja. Hoe de afgelopen week zijn natuurlijk voor de insiders, Demandware is overgekocht door Salesforce en Marketo is overgekocht door Vista. En in die marketing automation wereld gebeuren ontzettend veel dingen op dit moment. Er worden miljarden gesmeten. En die miljarden smijten ze nog niet mijn kant op. Laten we dat maar even vaststellen. Dat gaat nog gebeuren, maar dat is nog niet het geval. Tuurlijk. Dus ik lees dat en dan denk ik, jee. He, dat zijn natuurlijk dingen waar ik me niet zorgen over maak, maar die moet ik wel in de gaten houden. Heeft het nog wel zin? Kun je inderdaad tegen zo'n Salesforce die 19.000 werknemers heeft, in theorie kunnen die een achternamiddag hetzelfde bouwen. Maar daar zie je dan inderdaad dat verschil in aanpak. Allereerst zijn al die grote marketing automation partijen heel erg gericht op e-mail. Allemaal automatiseren ze e-mail en dat is ook best belangrijk, dat is handig. Maar dat is weer broadcasten op zijn klassieke marketeersgedachte. Heel veel van die maar ook Nederlandse marketeers denken overigens als eerste als ze marketing automation denken, e-mails eruit sturen. En dan gesegmenteerde e-mails, dan ben je een hele vent. Maar dat is natuurlijk niet de essentie. Sterker nog, in principe zou je minder e-mails moeten willen versturen. Je wil die ene mail versturen, die goed is. Of eigenlijk wil je zorgen dat die klant door iets anders wat je gedaan hebt denkt, ik ga naar die winkel of ik ga naar die webshop. Ja. En daar zit het verschil in. En ik denk dat wij ons daarop onderscheiden. Dat we vanuit, en Nederland is samen met Scandinavië, als je kijkt naar publicaties en naar wetenschappelijke publicaties over persuasion marketing en behavioral science en dat soort dingen, zijn wij een stuk verder dan in Amerika. Amerika is toch al gauw van
korting smijten of gewoon het proces intensiteit opvoeren. Gewoon vaker mailen, zeg maar. En dat doen we in Nederland hartstikke goed. Het is niet voor niks dat hier toevallig, zelfs vooral in Amsterdam, maar toch ook wel in andere delen van Nederland, de meeste bedrijven per vierkante kilometer zijn waar het woord persuasion ergens een rol speelt. Ja. Ik krijg er altijd persoonlijk een beetje pukkeltjes van persuasion. Van het woord, ja. En dat brengt me ook wel een beetje bij jouw persoonlijke fascinatie. Want je zit hier met ongelooflijk veel enthousiasme over te vertellen. Vind ik ook ontzettend leuk. Ik vind het ook echt leuk. Maar dan de eerste zin op je website is, waarmee je de Vent Loyalty Marketing Cloud aanprijst, is: ja. We persuade your customers to spend more and more often. Ik denk, nou, als ik al een persoonlijke doelstelling in het leven zou willen hebben, dan zou ik graag mensen willen bewegen om wat minder uit te geven en wat minder vaak en juist wat bewuster. Ja. Dat is toch zo plat als het dubbeltje wat je doet? Ik wou zeggen, dat ben ik met je eens, maar dat laatste niet. Nee. Je gaat niet meer. Nee, ik vind die quote kunnen we niet losknippen. Ja, het is natuurlijk wel zo dat ik, als ik op een feestje sta iemand, dan zegt iemand van, ja, dan ga je dus iedereen meer laten kopen. Daar verkoop ik het mee. Ja, daar verkoop ik het mee. Want om eerlijk te zijn is dat vaak wat mijn klanten willen horen. Van, ja, ik ga de omzet verhogen. Als ik vraag van wat zijn je doelstellingen, is er niemand die zegt, nou, ik wil de omzet verlagen. En dat heb ik nog nooit tegengekomen. Wat ik wel zie, is dat als je de relevantie weet te verhogen, krijg je ook een ander soort klanten. Wat wij een aantal keren met onze klanten gedaan hebben, is dat we ze inzicht in hebben gegeven van, joh, jij denkt dat je klanten moet verleiden door korting te geven. En daardoor krijg je een soort klanten die alleen maar op zoek zijn naar korting. En is dat wel de juiste strategie? Wil jij niet een groep klanten hebben die misschien voor een duurzamer product wil betalen? Die misschien voor een ander soort vervoer en een ander soort kwaliteit van het product dus wil betalen? Minder vaak geld uitgeven? Minder vaak, maar als ik het naar wijnen vertaal, niet die slobber wijn, maar een goede organische wijn uit Spanje die net even een bijzonder verhaal heeft. En dat kun je er natuurlijk ook mee doen. Ik help een chocolademerk, Original Beans. Hele organische, super chocolade. Doen allemaal goede projecten. Helpen gorilla's en vrouwen. En alles wat je goed kan doen in deze wereld, doen zij goed. Ja. Ja, echt supermerk. Ja, oké. Maar daar zitten zoveel enthousiaste mensen die heel erg kijken naar... Je had gewoon een sigarenwinkel moeten beginnen, volgens mij. Ja, ik heb ook een winkel gehad. Een hele goede winkel. Ja. En die mensen doen alles goede dingen voor de gorilla's, maar zeg maar, konden niet hun verhaal overbrengen. Ja, daar kan ik ze bij helpen. En dat kunnen we ook nog eens een keer op schaal. Want dat is het verschil. Hè? Je kunt inderdaad een goed verhaal vertellen, heb je storyteller. Maar als je dat verhaal kunt omzetten in processen die mensen bereiken en opnieuw bereiken en opnieuw bereiken, dan kun je zo'n business een kans geven. En af en toe, ja, hebben we een klant en die wil gewoon alleen maar heel veel verkopen. Ja, daar is niks mis mee. Dat is een beetje de essentie van een heleboel marketingdingen natuurlijk. Maar hij is uiteindelijk eens, maar tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van, waar het om moet gaan is dat je tevreden klant hebt. Ja. Als je tevreden klant hebt, blijven ze langer bij je. Ook als ze nu minder kopen, kopen ze misschien langer wat bij. Dus zou de focus voor sommige bedrijven niet meer moeten zijn op je eigen omzet verhogen, tevreden klanten? Absoluut. Wij gaan dus ook echt met onze klanten die discussie continu aan. We challengen op van, wil je dit wel? En bijna altijd, ik had het de derde keer dat ik noem, van die feature bedrijven. Dus bedrijven die heel veel functionaliteit bouwen. En die gaan de checklist af. En ik krijg ook heel veel klantverzoeken als wij een pitch doen. Dan vragen ze inderdaad van, oh, hoeveel e-mail templates heb je? Als ik dan 25 zeg, zeg ik, oh, maar je concurrent zegt 30. Of als ik 500 zeg, zeg ik, oh, 600. En dan weet ik dat ik niet moet zeggen, ja, dat doet er niet toe. Want dat wil zo iemand op dat moment niet horen. Mm-hmm. Maar inderdaad, dat doet er niet toe. Het doet er niet toe hoeveel e-mail templates je hebt en hoeveel kortingsbonnen je kunt uitsturen. En hoeveel, wat het doet is of die klant uiteindelijk tevreden is, terugkomt. En dus we proberen die vijf doel. Je hebt, zeg maar, als je klantwaarde, zoals dat zo mooi heet, uitsplitst, heb je 5, 6 doelen die je kunt nastreven. Die eerste paar, die liggen voor de hand. Hè? Hogere bezoekfrequentie, meer spend per visit, langere relatieduur, meer advocacy, dus dat ze over je gaan praten, en meer engagement, dat ze meer met je merk gaan doen. En de grap is dat ze opschuift inderdaad. Waar 8 jaar geleden iedereen alleen maar over omzet had, is nou die engagement wel uiteindelijk toch ook een mail naar omzet. Maar het is wel een andere manier om met die klant om te gaan. En dat verrijkt. Mijn laatste vraag. Het gaat best wel hard in deze sector. Met name door de enorme hoeveelheid data die overal verzameld en opgeslagen wordt. Je zegt zelf ook, ik heb 13 miljoen profielen in mijn database. Ja. Denk je niet dat de wal hier het schip gewoon gaat keren? Dat mensen op een gegeven moment helemaal knettergek worden
Van al die bedrijven en retailers die denken je te kennen. Maar laten we eerlijk zijn, in 95% van de gevallen eigenlijk de plank elke keer behoorlijk misslaan. Zolang en jou alleen maar dingen wilt proberen te verkopen die je net gekocht hebt. Ja. Precies, als je inderdaad zo'n ik heb laatst gekeken... Maar zie jij een gevaar voor de continuïteit Absoluut. Van jouw business? Nee, niet voor mijn business. Want dat wij dat precies dan wel dat schip ergens gaat keren met die zogenaamde persuasive marketing? Nee, want precies wat wij doen is dat pact met die klant sluiten. En daarom vind ik dat loyalty aspect ook zo belangrijk. Dat je aan een klant vraagt, wil je erbij komen? Mag ik jou deze aanbiedingen doen? Wil jij geholpen worden met die informatie? Wij hebben bijvoorbeeld, niet zo heel shocking, maar... Als een klant zich uitschrijft voor een nieuwsbrief, kun je zeggen van, zwart-wit, ja, nee. Van de Nederlandse retailers, we hebben laatst even een kort onderzoekje gedaan, maar ik denk wel representatief, is zo'n 90% kun je alleen maar in of uitschrijven. Nou, dat is niet zo moeilijk, dat doen tegenwoordig meer bedrijven. Als je je uitschrijft, krijg je van, wil je misschien niet uitschrijven, maar bijvoorbeeld anders e-mail ontvangen. Bijvoorbeeld minder vaak of alleen een speciale onderwerp. Dus dan geef je klanten keuze. Dat kun je doen op het moment dat de klant zich uitschrijft. Maar je kan dat ook al eerder doen natuurlijk. En dat zijn nou net die dingen die dan wel vertrouwen wekken bij zo'n klant. En ik denk inderdaad dat klanten helemaal gek worden van alle persoonlijke en relevante impulsen die erover krijgen. Totdat je ze zelf in de driving seat zet en zegt, wij helpen jou om dat speervuur van signalen te filteren. Ja. Nou goed, misschien ben ik de laatste demonicaner die niet geholpen wil worden. Nee, jij bent de hopeloze steker. Ja. Ik pak nog even twee laatste vragen. Even kijk uit, je krijgt oneenigheid met degene die het uitwerkt. Ja, ja dat is waar, ja, qua lengte, maar we zijn iets later begonnen. Oh, ja, ja. Ja. Mark de Kok zegt, is de mens of het merk en merkbeleving belangrijker? Mens of het merk is zijn vraag. Ja, dat is een goede vraag. Uiteindelijk is het natuurlijk de mens. Hè? Mijn klanten zijn vaak terecht ook met zichzelf bezig, met hun eigen merk bezig, met hun business bezig, met hun producten bezig. En geloven daarin en zijn daar hopelijk net zo enthousiast over als ik over mijn bedrijf ben. Maar iedere marketeer die een beetje ervaring heeft, weet dat het uiteindelijk om de mens gaat. Om zijn klanten erachter. Ik zit hier ook niet voor niks met zo'n ding op tafel. Ik had ook nog een of ander bloederig hart, maar dat nam niet zo lekker mee. Ja. Dat is wel de essentie waar het over gaat. Als je daar contact mee kan maken. En in deze tijd is het onderscheid niet alleen contact met mensen maken, maar dat op schaal doen. Zonder dat je inderdaad mailtjes krijgt van geachte mevrouw Stekelenburg. Hè? Want ik ben helemaal geen mevrouw. Hè, dus dat soort fouten die gemaakt worden, die zie je heel snel verdwijnen bij de echte players. En de rest gaat inderdaad down the drain. Je hebt nou die chatbot ding, ook zo'n hype. Toch? Ja, kun je... Hype of trend? Nou, trend. Maar gehypte trend. Okay. En die komt op een gegeven moment weer in normaal vaderwater. En wat je nou ziet is, wij maken echt een infrastructuur. Hè? Dus we hebben geen systeem, maar een infrastructuur. Dat overal gelinkt is. Met de parkeergarage, met de beacons, met de kassa, met de webshop, met de mobiele app, met de hele donderse boel. Zo'n chatbot daaraan hangen is helemaal niet moeilijk. Dan zijn we nou een beetje mee aan het spelen en aan het proberen. Dan kun je dus inderdaad met de eindklant, maar eigenlijk nu eerst, ik en de marketeer, ik is dan de vertegenwoordiging van ons systeem, en aan die marketeer vragen, wat wil jij eigenlijk? Wil jij inderdaad, die vijf doelen die ik net omnoemde, wat wil je vandaag doen? Ik wil meer mensen overtuigen. Nou, dan kunnen wij ook een dialoog ontwikkelen, dat soort dingen daar zijn we nou aan het doen. Om inderdaad niet zo'n ouderwetse interface te hebben van, weer allemaal features en menus en... Dat soort ontwikkelingen maken een systeem menselijk, maar maken ook dat die marketeer eigenlijk veel menselijker gaat reageren op wat hij met zijn klant wil. Want als ik aan de marketeer vraag, wat wil je vandaag doen? Hebben we echt een andere interactie dan als die menu 6, submenu 4, keuze 8 inklikt. Ja. Want dat is gewoon een transactionele handeling. En dan krijg je transactionele marketing. En dat is altijd zonde. Dan mijn allerlaatste vraag. Allerlaatste biertje. Ja? En waar komt deze fascinatie bij jou vandaan? Waarom ben je dit gaan doen? Er zijn een aantal dingen die bij elkaar komen. Even een kort antwoord, even tot de kern. Waar komt die fascinatie vandaan? Ik heb heel lang op de Zeedijk gewoond. En op de Zeedijk leer je marketing. Ja, want?
Nou, dat is het kortste antwoord. Dan zie je dat... Moet je niet gaan doorvragen. Ja, want... Nee, maar dan zegt hij, ja, er zijn een paar dingen. Dan zie je dus op de rand van de samenleving, een beetje dramatisch gezegd, maar dan zie je dus mensen die in alle wanhoop die ze op dat moment bezitten, maar ook in alle vrolijkheid die ze op dat moment hebben, de bachelor party, mensen die op de top van hun kunnen staan en de junk die daarnaast in de goot zit. En die zie je met elkaar interacteren en daar gaat ook economisch verkeer tussen. En dat economisch verkeer, dat kent extreem in die omgeving. He, dat is niet van, seks en drugs en rock'n'roll. Nou, daar ben ik wel best wel door gefascineerd geraakt over hoe ver mensen kunnen gaan in hun uiterste. En dan toch nog, want ik ben wel als gedragseconoom opgeleid en kunstgeschiedenis, daar komt die dramatiek vandaan, om die toch in die uiterste omstandigheden toch bepaalde wetmatigheden vertonen. Een junk heeft ook een profiel. En daar heb ik best wel veel van geleerd. En jij bent gefascineerd door die wetmatigheden in het gedrag. Dat is ja, zonder dat ik die wetmatigheden in hokjes wil stoppen hoor. Ik denk juist dat ze er meestal niet zijn. Maar het is wel interessant laat ik het patronen noemen. Dat is misschien beter. Om die te herkennen en daar iets mee te doen. En als een junk om hulp vraagt en je geeft het niet, dan zie je in Amsterdam nog steeds dat als een junk op straat ligt, dat 99% van de Amsterdammers er overheen stapt en doorloopt. Nou, die ene persoon die helpt, die fascineert mij. Yo, waarom doet hij dat nou? Dan krijgt hij vieze handen, hij loopt de kans op een ziekte, er is niemand die dankjewel zegt, die junk schelden nog uit ook. En dat soort outliers leidt uiteindelijk tot de fascinatie van menselijk gedrag. Ja, dat heb ik wel. Dankjewel. Mooi jullie bedankt. Ja. 2ML zorgt ervoor dat onze site gehost wordt. De bieren steken voor hem vandaag. Want ik wil daar weer een keertje... Een lekker biertje. Ja, lekker biertje. Van Bier & Co. Gewoon, ja, Bier & Co. Budweiser. Streamzilla zorgt ervoor dat je live kon meekijken. Kijk al onze uitzendingen terug via fastmovingtargets.nl of via ons YouTube-kanaal. Heb je nu live? Blijf dan kijken, want we zijn zo direct bij je terug. Dag.